Welkom bij Westerhaas Next Top Model 2010. Hartelijk welkom bij alweer de 6e fotoshoot van Westerhaas Next Top Model. Dit keer zijn de sponsoren installatiebedrijf Zwier van Nel en bloemenhandel De Lely. En we zijn ontzettend benieuwd wat het dit keer weer gaat worden. En de meiden moeten nu vandaag echt aan de bak hoor, want de kritiek van de jury was vorige week erg pittig. We gaan kijken wat ze ermee gedaan hebben en of ze de tips tijdens de workshop van Marcus van Tellingen ter harte hebben genomen. Want meiden, modellen, jullie weten het, Westerhaas Next Top Model is meer dan een mooi plaatje. Doe je best en ga ervoor dit keer. Bloemenhandel De Lely is een van de sponsoren vandaag van de shoot van de meiden. Helaas konden ze er niet zelf bij zijn in de studio bij Niek Erens. Daarom zijn we maar even naar De Lely zelf gegaan. Bloemenhandel De Lely, betekent dat er meerdere vestigingen zijn? Want we staan nu in Westerhaar. Ja, klopt. We hebben in totaal 8 winkels. Allemaal in de regio? Ja. Friesveen, Vlomshoek, Ledemsvaart, Harderberg. Ja, Westerhaar hier. En dan hebben we nog 3 andere vestigingen in Slagharen, Gramsbergen en Bergentheim. Dat is franchise. Dus jullie bestrijken een heel groot gebied wat dat betreft. Ik zie hier naast allerlei planten ook allerlei leuke accessoires. Daar zijn jullie volgens mij ook hartstikke goed in. Ja, dat klopt. Ja, heel verschillend. Iedere keer komt van alles nieuw. Wat anders binnen. Dus, ja. En leveren jullie alleen aan particulieren of ook aan bedrijven? En verzorgen jullie ook bloemstukken? Ja, van alles. Bruidswerk, grafwerk. Van alles. Is deze vestiging in Westerhaar jullie hoofdvestiging? Ja, dat klopt. Hier komt alles binnen, hier gaat alles weer weg. Alle bloemen staan hier opgeslaan. Ja. En waar halen jullie de bloemen vandaan? Meestal uit Westland, maar we gaan ook naar Eelde toe. Is dat een aantal keren per week? Nou, meestal wel 3-4 keer in de week. Dus altijd verse bloemen, begrijp ik? Klopt. En jullie doen ook mee aan Westerhaas Next Top Model. Niet alleen vandaag als hoofdsponsor. Maar ja, jullie doen ook mee als de meiden een bloemetje krijgen. Helaas als we afscheid van ze moeten nemen. Dat is dan wat minder mooi, maar de bloemstukjes zijn altijd perfect. Wie maakt deze bloemstukjes? Ik heb ze gemaakt. Ja. Ja. Altijd hele mooie roze boeketjes, hè? Toch nog weer een troost voor de meiden als ze afscheid moeten nemen. Maar in ieder geval, de bloemstukjes zijn altijd weer geweldig. Dankjewel voor deze informatie. Oké, graag gedaan. Het lijkt allemaal zo makkelijk altijd een fotoshoot nemen, maar er gaat echt ontzettend veel aan vooraf. Moet je kijken, de dames zijn weer ontzettend druk bezig. Miranda, Rosita en Margreet, volgens mij zijn jullie al wel een half uurtje druk voordat het allemaal zover is. Ja, de hele dag gaat het er een beetje om. Hè? Naar de C1000, naar de Lely, van alle dingetjes regelen, wat voor de shoot nodig is. Dus, ja. Dat lijkt altijd zo makkelijk. En kijk, ik loop even naar Miranda, want die kruipt altijd heel snel weg. Miranda, jij steekt je tijd er ook behoorlijk in, hè? Ja, maar ja, het is hartstikke leuk om te doen. En goed, inderdaad, gaat wel wat tijd in zitten, maar dat is niet erg. Het ziet er weer fantastisch uit, dames. Een bad in bloemen, het wordt heel romantisch. Ja, inderdaad, heel romantisch. En goed, wie weet, lekker warm bad. Ik denk dat het een hele lastige opgave wordt dit keer, want het worden dus opnames in een badkamer. Ja. Wat betekent dat voor de kapsels? Dat wordt heel natuurlijk, heel natuurlijk vallend, vochtig, met wax of gel gekneed haar, wat ja, toch een beetje een wet look krijgt. Dat is de bedoeling. En dan lijkt het me best moeilijk om 7 keer een variatie aan te brengen. Dat is heel moeilijk. Dat zal niet zo variatievol zijn als anders. Goed, laten we dat dan maar als uitdaging zien. Helemaal goed. Dankjewel. Nick, heb je even tijd voor mij? Ik dacht dat jij fotograaf was. Ik ben tevens hobbyklusser en zo vlak voor het weekend dan krijg ik enorme klusneigingen. Oké. Niet klus bij, blijkbaar. Ja. Ik weet ook niet hoe het allemaal werkt, maar met gevaar voor eigen leven ga ik het allemaal proberen te regelen. Nee, dan maak ik het maar uit de weg. Ik ben hier in gesprek met Zwier van Nel installatietechniek. Zwier, een installatietechniek, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat betekent de installatie in de ruimste zin van het woord. We doen elektra, mechanische ventilatie. We zijn heel actief in de badkamers en de renovatie van toiletten, ja, noem het maar op, cv aanleggen. Ja. Hebben jullie ook een showroom in Westerhaar? Nee, we zijn bezig met, met een showroom eventueel op de langere termijn nog in Vroomshoop. We doen nu veel zaken met Arnold Lammering Sanitair in Hengelo. Nou, dat gaat ontzettend goed. De klik is goed tussen de showroom en ons. En ook de mensen, ja, ze vinden het fijn dat ze er geweest zijn. Dus ja, dat gaat goed. Dus jullie leveren wel een totaalpakket, begrijp ik? Wij leveren een totaalpakket en dat betekent ook met name in de badkamers. Het is maar net wat de mensen willen. Willen ze zelf het tegenwerk regelen, maar wij kunnen dat ook regelen. We gewoon van A tot Z, van het slopen tot een stofscherm op de overloop. Dus totaal. Dus maatwerk is ook mogelijk, begrijp ik? Geen probleem. En het meedoen aan Westerhaas Next Topmodel, wat vindt u daarvan? Nou, dat is leuk. De beide meiden kwamen heel enthousiast bij ons. En nou ja, het is zoals, zoals jullie allemaal zien, het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, nee, dat vinden we mooi. Ja. En jullie zijn een typisch Westerhaas bedrijf? Ja, eigenlijk. We zijn begonnen in Westerhaar. Dus, we zitten echt veel Vroomshoop, Frieseveen. Dat zijn de werkgebieden van ons. Echt een beetje om de toren. Prima. Dankjewel voor deze informatie. Graag gedaan. We gaan de zesde fotoshoot in en dit is volgens mij wel een hele belangrijke shoot aan het worden. Want de kritiek was pittig vorige keer, hè? Ja, die was behoorlijk pittig, maar daar heb je natuurlijk wel wat aan. Zonder kritiek, daar kom je natuurlijk ook nergens. Maar als we jou nou eens beter willen leren kennen, kun je eens wat over jezelf vertellen? Ga je nog naar school of ben je al aan het werk? Ja, ik zit nu in mijn laatste jaartje van de HAVO. Volgende week beginnen mijn examens. En dan daarna ga ik Duits studeren. Ga je Duits studeren? Hé, hey, ja. Hoe komt dat zo? Ja, door mijn moeder, hè? Die is Duits. Je moeder is Duits. Ja, klopt. Helemaal, ja. En waar ga je studeren? In Zwolle, Windesheim. Ja. En hoeveel jaar is die studie? 4 jaar. Ja. En naast je studie heb je nog hobby's? Ja, ik rijd paard. Ik heb zelf ook een paar paarden thuis. Met mijn vriendje dan natuurlijk. Vergeten. En gewoon lekker met vriendinnen. Dat is je grootste hobby, je vriendje? Ja hoor. Dat zal hij heel leuk vinden om te horen. Dankjewel. Ja hoor. Je bent natuurlijk ontzettend druk met Westerhaas Next Topmodel, maar waar ben je eigenlijk nog meer druk mee door de week? Wat zijn je hobby's? Ik zit op carnaval en ik heb nu net een baantje bij een pizzeria en op school natuurlijk nog. Welke school doe jij? Het Nordic in Almelo. En hoeveelste jaar ben je? Vijftes, ja. Laatste jaar dus? Nee nog wat? Niet. Ik doe VWO en dan heb je 6e jaar, dus dan examenjaar. En weet je al wat je gaat doen na je examen? Universiteit, hoop ik. In welke richting? Voeding en gezondheid lijkt me mooi. Dus. Voeding en gezondheid, dat past ook wel een beetje bij goed verzorgd uiterlijk. Ja, natuurlijk. Als je binnenste goed verzorgt, dan weerspiegelt dat direct vanuit je buitenste. Dat kun je echt zien vaak. Inderdaad. Dankjewel. Veel succes. Ja, dankjewel. De kritiek was vorige week heftig van de jury. Ben je daar een beetje van geschrokken? Ja, best wel, ja. En wat heb je eraan gedaan deze week om met de kritiek om te gaan? Heb je ook geoefend? Nou ja, we moesten meer forceren en zo. Dus nou ja, zometeen komt het moment dat we dat natuurlijk moeten toepassen. Dus. Er is ook heel nadrukkelijk gezegd van voor en achter de camera moet je je goed kunnen presenteren. Hoe gaat het bij jou? Vind je dat lastig om zo in het openbaar te praten?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat ze ook wel bedoelen dat je gewoon leuk in de groep doet en zo. Dus nou ja, op zich, we hebben een hartstikke leuk groepje. Dus dat, dat lukt wel, maar ja. Het is even afwachten natuurlijk nog, hè. Dikke, jij zit nog op school? Ja, ik zit nog op school. Welke school? Noordekslaan, Almelo. Dan moet je al bijna examen doen. Nee, ik zit in de derde. Oké, dat duurt dus nog even. En misschien ook best wel een interessante vraag. Heb je al een vriendje? Nee, ik heb geen vriendje. Kijk aan. Ik neem aan dat onze mannelijke kijkers dat wel heel erg interessant vinden. Dankjewel, Nikki, en veel succes. Dankjewel. Nick, het is vandaag een ontzettend belangrijke dag, want het is er echt erop of eronder. Hè? De kritiek was heftig vorige keer op iedereen. Als jij jezelf nou eens zou moeten omschrijven in een paar zinnen, wie ben jij? Ik ben Janneke, ik ben wel een vrolijk meisje. Ik kan wel goed met anderen omgaan. Ja, dat is wel zo'n beetje. Dat is wel belangrijk ook in dit vak, hè? Ja, inderdaad. Kun je ons nog wat meer vertellen wat je hobby's zijn? Mijn hobby's, ik mag graag streetdansen, graag naar uitgaan, met vriendinnen weg. Dagjes weg, leuke dingen doen. Hele gezellige dingen dus allemaal. En je volgt nog een opleiding of heb je daar een baan? Ik zit nu in het examenjaar en daarna ga ik zorg en verpleging doen op de RC van Twente. Zorg en verpleging? En ga je dan in een verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis? Nou, dat weet ik nog niet. Ik denk in een verzorgingshuis, lijkt me wel leuk, maar ik zou het niet weten. Dus een brede opleiding eerst nog? Ja, vooral. Oké, ik wens je heel veel succes dit keer en ga ervoor, meid. Dankjewel. Als je in een paar woorden zou mogen zeggen waarom jij nou Westerhaas Next Topmodel moet worden? Omdat ik leuk vind dat ik Westerhaar woon. En dat is natuurlijk heel leuk om te doen. Je vindt het leuk om in Westerhaar te wonen. De kritiek was heftig vorige keer van de jury. Er wordt ook geacht dat je niet alleen mooie plaatjes maakt, maar dat je je verder ook presenteert. Vind je dat moeilijk? Ja, het is natuurlijk wel handig om te krijgen allemaal. Maar ja. Terwijl wennen. En waar hou jij je verder nog mee bezig? Ga je naar school? Heb je werk? Hobby's? Ja, ik ga naar school in Friesveen. Ik zit nu nog een VMBO examenjaar. Ik doe een streetdance. En ik heb werk bij een kapsalon. Je werkt bij een kapsalon? Ja, of als te leren vervolgd jaar voor de kapsopleiding. Oké, waar ga je de kapsopleiding doen? In Almelo op het ROC. Oh, dus je blijft voorlopig in Westerhaar wonen, begrijp ik? Ja, ik blijf in Westerhaar. En ook aan jou de onvermijdelijke vraag, heb jij al een vriendje? Nee, ik heb nog geen vriendje. Dus heren in Westerhaar. Heel veel succes, Kim. Ja, en ga ervoor, hè. Ja, dank je. Er zit weer een shoot op van een van de modellen. Wat zijn jullie hier allemaal aan het doen, Miranda? Nou, we zijn blaadjes aan het verzamelen, hè? Bloemblaadjes. Hoezo moet je die iedere keer verzamelen dan? Nou ja, we hebben niet al te veel bloemblaadjes. Dus hier moeten we het mee doen. Oké, zo zie je maar waar de werkgroep allemaal niet druk mee kan zijn. Antoinette, waar moet volgens jou een Westerhaas Next Topmodel aan voldoen? Goh, dat is best een moeilijke vraag. Ik denk, je moet toch wel een beetje ook bezig zijn met het uiterlijk. En spontaniteit is heel belangrijk. Ook dat je leuk met de rest doet. En toch een beetje vrolijkheid en ook de poses goed aan kunnen nemen.
Kritiek was vorige week best heftig van de jury. Heb je daar deze week nog wat mee gedaan? Heb je ook echt geoefend? Ja, ik heb wel even geoefend, want inderdaad, de kritiek was vrij heftig vorige week. En ik denk ook zeer zeker dat daar de jury ook deze week wat strenger naar gaat kijken. Ik weet het wel zeker, Bijt. Als jij nog wat meer over jezelf mag vertellen, wat wil je dan heel graag kwijt? Wat ik heel graag kwijt wil? Nou ja, dat ik het in ieder geval heel erg leuk vind om hier aan mee te doen. Ook al zou het het eind zijn, dan nog. Het is gewoon echt heel erg leuk om mee te doen. Leuke meiden en de meiden gaan ook leuk met elkaar om. En je houdt toch wel wat meer vrienden aan over. Wat doe jij naast al het belangrijke werk voor Westerhaas Next Topmodel? Ben je nog een opleiding bezig of heb je al een baan? Ik heb een eigen salon en huis hier in Westerhaas. Een salon in wat? Een schoonheidssalon. Ik ben schoonheidsspecialiste. Dus daarnaast werk ik nog bij de Terp in Hoogeveen. Dat is een wellnesscentrum, dus dat is ook echt gericht op lichaamsbehandelingen. En is ook een beautycenter. Dus ik ben eigenlijk altijd wel bezig met de uiterlijke verzorging. Wel belangrijk. Oké, dankjewel en heel veel succes. Lisanne, jouw shoes zit er inmiddels op. En als jij nou aan de kijkers gaat vertellen wie jij bent, wie ben jij eigenlijk? Wat is belangrijk voor de kijker om te weten, zodat ze op jou stemmen? Tja, nou ja, ik ben dus Lisanne, dat weet iedereen. Ik ben 20 jaar. Ik woon al mijn hele leven in Westerhaar. Ik zit in Deventer op school, op het Saxion. Daar studeer ik Facility Management. Facility Management, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is een hele brede opleiding. Je kunt evenementenkant op, de catering, bij een ziekenhuis. Je kunt eigenlijk overal wel werken waar je wilt. En hoeveelste jaars ben jij? Ik ben tweedejaars, bijna derdejaars. Dus na school en naast Westerhaas Next Topmodel, heb je nog hobby's? Sporten vind ik leuk. Welke sport? Ik vind het altijd in de zomer wel leuk om te mountainbiken. Misschien ga ik nog een wielrennersfiets kopen. Gewoon bij de sportschool allerlei met dat van die groepslessen meedoen. Dat is ook altijd leuk. Oké. Nou, dan heb je wel een heleboel verteld inmiddels aan de kijkers. En zo hebben ze jou toch weer een klein beetje beter kunnen leren kennen. Heel veel succes vandaag. Dankjewel. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg super trots op al deze meiden. Volgens mij hebben ze het allemaal geweldig gedaan. Ik ga ze even vragen hoe ze het vinden. Oké, dat geeft allemaal niks. Hoe was het om deze shoot te doen? Sorry, wat zei je? Hoe was het om deze shoot te doen? Het was heel leuk, ja. Keek je wat anders dan buiten met de grote vrachtwagen? Ja, zeker weten. Echt heel erg leuk. We zijn allemaal heel nieuwsgierig naar de foto's. Jij ook? Ja, ik ben heel benieuwd. En je zit ook zo prettig, of niet? Ja, heel erg prettig. Ontzettend bedankt meiden, super goed gedaan. Ik zit hier met Renny en ik zit hier met Gerold van Westa Digital. Zoals jullie alle filmpjes hebben gezien, heeft Renny de presentatie voor zich genomen. Maar we zijn eigenlijk wel heel benieuwd hoe Renny eigenlijk bij het WNT-verhaal is gekomen. Ja, hoe kom je bij zoiets? Dat gaat vaak via, hè? Een schoonzus van mijn vriendin die belde mij en die vroeg van... we gaan wat leuks doen in Westerhaar in het kader van 125 jaar Westerhaar. En jij kunt nog wel redelijk van je woorden afkomen en zou dat niet iets voor jou zijn? Ik denk, waarom niet? Laten we het maar proberen. En het is voor Westerhaar dus altijd goed. En je hebt hier wel ervaring in of is dit echt voor jou de eerste keer? Het is echt de eerste keer dat ik dit doe. Ik heb wel ervaring in het spreken in het openbaar, maar niet met dit. Wat vind je leuk om te doen hoor, ik vind het echt geweldig. Nou, wij zijn ook heel blij met jou, absoluut. Gerold, eigenlijk nooit in beeld, maar ja, je maakt natuurlijk hele mooie filmpjes. En jij hebt wel ervaring met het filmen of is dit ook voor jou een hele nieuwe belevenis? Nou, niet op dit niveau eigenlijk. Ik ben eigenlijk ook een beetje amateur begonnen. Zo ben ik bij Westerhaar Digitaal gekomen en
op dit niveau was ik eigenlijk ook niet gewend. We hebben nu al ondertussen nog heel mooie apparatuur natuurlijk. Dat scheelt ook een beetje. Dan kun je de spullen er mooier van maken, maar ik vind het hartstikke mooi gaan zo. Want je doet inderdaad nu voor de WNT, maar ook voor Westa Digitaal ben je regelmatig in de weer. En dan probeer je ook steeds bij de activiteiten, de dorpsactiviteiten, probeer jij hierbij te zijn. Klopt dat? Ja. Proberen zoveel mogelijk. Westa Digitaal is natuurlijk een hobby. Daarnaast heb ik gewoon mijn werk. Maar ik probeer zoveel mogelijk bij de activiteiten bij te zijn. En net als andere jongens van Westa Digitaal trouwens. Dus je bent het hele weekend aan het monteren. Hoe lang ben je daarmee bezig? Jongens, dat werkt niet op zo'n kale kop. Hoogglans. Is dat hoogglans? Nou, in het begin was het echt heel lang. Volgens mij was de eerste aflevering van 18 uur of zo. Op dit moment zit ik denk ik ongeveer rond de 13, 14 uur zo'n beetje monteren. Ja. En dat allemaal in het weekend? Het weekend, het is vrijdag zoals we vandaag opnemen en zondagavond moeten we op de site dus. En is je vrouw nog steeds blij met je of met Westa Digitaal vooral? Maar... Nou, ze weet dat het tijdelijk is, dus juist, geen probleem. Nou, we hopen nog heel lang van jullie plezier te hebben, want ik vind het echt heel erg leuk. Namens de hele organisatie wil ik jullie alvast hierbij heel hartelijk bedanken. Ik wil er toch even wat aan toevoegen, Rosita. Ik wilde gewoon even zeggen dat het gewoon superleuk samenwerken is met alle mensen die hier aan meewerken. Westerhaar Digitaal, met alle sponsoren, met de werkgroep, met Niek Erens. Samen probeer je gewoon een goed product neer te zetten. En dat geeft gewoon heel veel plezier. Dankjewel. Jouw bedankt, Gerald. Oké. De zesde fotoshoot van Westerhaas Next Topmodel zit er weer op. De jury gaat in beraad. De internetstemmen zijn geteld. De meiden hebben deze week weer echt zich van hun beste kant kunnen laten zien. Maar volgens mij hebben ze daar allemaal heel veel mee gedaan. We zijn heel benieuwd hoe het deze keer af gaat lopen. Want het cadeautje wat vorige week iedereen gekregen heeft door allemaal door te gaan naar de volgende ronde, dat zit er dit keer echt niet in. Er zal toch iemand helaas moeten afvallen. Kijkt u allemaal mee, want het wordt best heel erg spannend. Heel veel succes, meiden. Teleurgesteld in vorige keer was, ik zo kan gaan werken trouwens. Ik ben blij als ik er nou mee was. Ik ben echt absoluut mee gedaan. En met plezier volgens mij. Ja. Volgens mij is dit allemaal hier leuk. Het is niet eens makkelijk. Het is van allerlei druk en toeters en bellen en iedereen dat gebeurt. Van alles een wild kabaal. En ze staan wel allemaal een dingetje te doen. Dus dat, Ja, maar bedenk maar eens als je het laatste bent van als alles al gedaan is, wat doe je dan? Dat is natuurlijk voor iedereen ook wel weer. Dat is ook zo. Maar dat doen ze wel. Ze zijn wel creatief. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Goed, nou dames, we gaan afscheid nemen van vriend Gerald. Met een spannend moment. Oh, Gerald valt om. Gerald, gaat het goed? We staan hier met de zeven modellen voor de gevreesde, maar onvermijdelijke eliminatieronde. De jury heeft tot nu toe heel erg gelet op jullie houding, op jullie gezichtsuitdrukking. Wat hebben jullie gedaan met de tips? Hoe creatief ben je geweest? Wat voor moed heb je getoond? Soms hebben jullie geluk gehad. Zoals vorige week hebben jullie een cadeautje gekregen. Jullie waren allemaal door naar deze ronde. Helaas, dat zit er dit keer echt niet in, dames. Het is ontzettend belangrijk dat je als winnares van Westerhaas Next Topmodel niet alleen een mooi plaatje bent,
maar dat je je ook goed presenteert. Dat je je goed kunt uitdrukken als je mening wordt gevraagd in een interview. Kortom, de winnares van Westerhaas Next Topmodel is meer, veel meer dan een mooi plaatje alleen. En wil je nu echt voor de hoofdprijs gaan, dan moeten jullie veel, veel van jezelf laten zien. Dames, jullie weten het zo onderhands. Het gaat net als al die andere keren. Ik heb hier 6 foto's in mijn hand. Dat betekent dat we vanavond van één van jullie afscheid gaan nemen. Ik noem je naam en laat je foto zien. Je komt naar voren en haal je hem af. En dat betekent dus dat je dan door bent naar de volgende ronde van Westerhaas Next Topmodel. Kim Seurbrink. Antoinette, jij bent door. Josien. Kim van der Vlist. Nog 3 meiden. Nog 2 foto's. Nikki. Die diepe zucht. Gefeliciteerd, meid. We zeiden het al, onvermijdelijk. Er moet helaas iemand af gaan vallen. En wie gaat er door naar de volgende ronde? Janieke. Ik vond het een hele leuke ervaring. Ja, dat was fantastisch leuk. Dus, dank je. Lisanne, helaas ben jij dit keer afgevallen. Even een korte reactie. Ja, het is niet anders. Jammer, maar ja, er moet toch maar eentje overblijven. En volgens mij kun je wel zeggen dat je een enorme leuke ervaring achter de rug hebt. Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. Dus dat was heel gezellig met alle meiden. Heel sportief dat je nog even wilde reageren voor de camera. Wij heel veel succes verder. Ja, dankjewel. Ja, beste mensen, de 6e fotoshoot van Westerhaar Next Topmodel zit er weer op. En we hebben dus helaas afscheid moeten nemen van Lisanne. Maar ja, goed, het is een wedstrijd. Dat is nu één keer niet anders. Maar wel blijven stemmen hoor, via www.westerhaardigitaal.nl. Want dat kan dan net het verschil maken tussen in de wedstrijd blijven of toch niet meer mee mogen doen naar de volgende ronde. Dus stemmen en tot de volgende keer.